Welkom in het echte Jurassic Park. Hier in Wyoming zijn we niet één, niet twee, maar drie dinosauriërs uit het Jura-tijdperk aan het opgraven. Dieren die hier 155 miljoen jaar geleden rondliepen. We zijn hier in de wereldberoemde Morrison-formatie, een geologische laag waar sinds de 19e eeuw iconische dinosauriërs zijn gevonden. Denk maar aan Diplodocus, Stegosaurus, Allosaurus. Trouwens, Allosaurus arcane, die in het Museum voor Natuurwetenschappen staat, die is gevonden daar bij dat dennenboompje. 2022 is een historisch seizoen aan het worden voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Rechts op de site een grote brachiosaurus, een van de grootste langnekdinosauriërs ooit, een van de grootste landdieren ooit. Meer dan 22 meter lang, 4 verdiepingen hoog. Links op de site een hele kleine planteneter, een driosaurus denken we. En waar we nu aan bezig zijn, dit is Morris. Morris is een jonge Camarasaurus, een langnekdinosaurus. En dit noemen we de pizza. Een grote ronde blok met allerlei ingrediënten. We hebben ribben. We hebben mooie schouderbladen. We hebben heel wat ruggenwervels in het midden. Dit is zowat het bovenlichaam van Morris. We hebben nog heel veel werk, want we hebben nog maar net de olijven van de pizza geplukt. Wat verder op de site komen we bij dit pièce de résistance. Twee dijbenen van Morris. Aan de lengte van het dijbeen kunnen we inschatten dat het een jong dier was, zo'n 10 à 12 meter lang. Deze twee joekels gaan we straks inplaatsen. Een groot Eureka-moment. We vonden het bekken van Morris. Niet alleen het bekken, eigenlijk het hele onderlichaam. We hadden al de dijbenen, we vonden het scheenbeen, het kuitbeen, de voetbeentjes en de klauwen. Collega Xavier Valentin van de Universiteit van Poitiers heeft de klauwen gevonden. Grote klauwen met daar een nagel omheen. Langnekdinosauriërs worden vaak afgebeeld met olifantenpoten, maar ze hadden wel degelijk klauwen om zich mee te verdedigen. Vandaag is het hier gortdroog. Maar 155 miljoen jaar geleden moet je dit inbeelden als een grote vlakte vol riviertjes, kleine riviertjes. Het was een overstromingsgebied waar deze langnekdinosauriërs langs migreerden. Ook een heel bebost gebied, vol naalbomen, hoge naalbomen, coniferen en heel veel varens. Die langnekdinosauriërs die stierven langs die riviertjes en zijn door een overstroming bedekt met sediment en zo gefossiliseerd. En 155 miljoen jaar later vinden wij die dieren terug. Fantastisch dat we op die manier het leven van toen, het ecosysteem van toen, kunnen reconstrueren. Huh? Dit is goed.